naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer sinds tijden eigenlijk een Naked Shop vlog voor jullie. Ik heb echt een gigantische bestelling geplaatst bij Naked. Dit is dan ook een samenwerking met Naked. Ik heb deze items opgestuurd gekregen en ik krijg betaald voor deze video. Maar ik blijf natuurlijk gewoon eerlijk. Als ik iets niet pas of iets niet mooi vind qua kwaliteit, dan zeg ik dit ook gewoon. Dus dit is er ja eigenlijk gisteren binnengekomen. Deze hele grote zak. En volgens mij zijn het echt een stuk of 13 items. Mega veel. Het zijn voornamelijk herfst- en winter items. Dus wel weer de warme dingen. Ik heb er helemaal zin in. En ik ga het ook passen in deze video. Dus een try-on shoplog. Heb je zin in deze shoplog? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Uiteraard heb ik een hele leuke kortingscode voor jullie. Met deze kortingscode krijg je korting op je order bij Naked. Ik zal alle links in de beschrijving zetten van de items die ik nu ga laten zien. Dus in de beschrijving kun je eigenlijk alles gewoon terugvinden. De kortingscode en de linkjes. Dus vergeet kortingscode niet voor korting. En dan gaan we snel beginnen. Allereerste item wat ik eruit haal is echt misschien wel mijn favoriete item. Ik vind dit zo mooi. Ik ben natuurlijk helemaal van de beige crème kleuren. Dat heb ik echt al een jaar nu of zo. En ik stap er ook niet van af. En al mijn kleding hebben deze kleuren eigenlijk. Beige en wit. Of zwart. Zoals wat ik nu aan heb. Maar dit is dus echt een mega fluffy trui. Dit is echt bizar lekker. Hoe zacht deze trui is. Niet oké. Ik denk dat je het wel op beeld kan zien. Maar het is echt helemaal lekker zacht en harig. En dit kietelt dus niet. Ik heb hem namelijk al even gepast, omdat ik niet kon wachten. Ik heb deze in een maatje S, dus hij valt wel wat groter. Normaal heb ik namelijk bij Naked qua topjes en zo 34 XS. Omdat Naked voor mijn gevoel best wel groot valt. Maar ik vond het niet erg als deze een beetje groot valt. Dus ja, hij heeft ook lekker van die pofmouwtjes. En ik vind het ja, printje eigenlijk heel erg mooi. Dat is met die witte dingen erdoorheen. Deze trui die kost, even kijken, €61,95. Maar dan heb je dus nog niet mijn kortingscode gebruikt. Dus ik zou zeggen, gebruik de kortingscode. Op deze trui ben ik echt verliefd. Het zit echt perfect. Heerlijke fit. Wel wat aan de grote kant, maar daar hou ik wel van. Je kan hem ook zo onder je BH knopen. En lekker van die ballonmouwen. Heel erg zacht. Ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Door naar het volgende item. En dit is ook iets wat je tegenwoordig echt heel erg veel terugziet. Streepjes. En ik moet zeggen dat ik dus totaal niet ben van de streepjes. Ik weet niet. Ik vind het gewoon net niet. Maar ik vond dit denk ik wel leuk. Ook al is het een en al streep. Maar ik denk dat ik dit dus echt leuk vind. Dit is namelijk dus gewoon een shirt. Het is ook echt een heel dik kwaliteitje. Dus echt heel erg warm. Niet gewoon zomaar een shirt. Met een ronde hals en dan wit met zwart. Echt heel mooi. Lange mouwen. Gewoon eigenlijk een basic top. En dit kan echt bij elke broek en pantalon. Dus ik vond dit eigenlijk wel heel erg handig. Deze heb ik ook in een maatje S. En deze is ook echt wel dik. Dus mocht het wat kouder zijn, kun je deze echt prima aandoen. En deze top kost €40,95. Ik heb het topje aan en ik ben er echt heel erg blij mee. Ik had hem zo dus ook in gedachten om met deze broek van Lofi zo te dragen. Maar de shirt of de top zeg maar zit echt heel erg fijn. Echt perfect gewoon. Door naar het volgende beige item. Oeps. Dat is namelijk deze Spencer. En ik vond deze echt heel erg leuk. Nou moet ik zeggen dat ik wel vaker Spencers heb gehad. Maar ik vind mezelf daar best wel dik in lijken. Misschien komt dat omdat je dan zo'n dikke trui eronder doet. Weet je wel. Dan, ik weet niet. Ik vind het mezelf dus niet heel mooi staan. Maar deze zag ik eigenlijk gelijk voor me met een zwarte col eronder. Dus gewoon een zwart col shirtje. Dus dat maakt je ook niet per se wat dikker of zo. Ik moet zeggen, als ik het bij anderen zie, denk ik, ja, zo mooi. Maar ik weet niet, ik vind het mij gewoon niet staan. Maar dus met een zwarte kool, denk ik dat het heel erg leuk is. Dus zo zie ik deze voor me. Het is een beetje zo'n pied de poel-achtig printje. Volgens mij noem je dat zo. V-hals en gewoon beige met wit weer. Dus deze kon ik uiteraard niet ontbreken in mijn winkelmandje. Deze heb ik ook in een maatje S. En deze kost €43,95. Qua outfit is dit misschien wel mijn lievelingsoutfitje. Ik ben verliefd op deze Spencer. Kijk nou hoe leuk om gewoon met een zwarte strakke kooltrui zo te combineren. Laagjes ketting, leuke spijkerbroek of pantalon of zo. Ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ik zei het al, beige of wit of zwart. We gaan door met wit.
Ik heb deze trui uitgekozen en ik vond deze echt, ik denk dat dit echt heerlijk is als het gewoon gaat sneeuwen. Ik vind het echt zo'n sneeuwtrui. Ik weet niet waarom. Maar het is echt een trui met echt vet lange mouwen. Waarbij die aan de uiteinden wat langer doorloopt. Beetje een pof ook. Heel erg mooi gebreid. En dan heeft hij een V-hals. Maar ja, een soort kraagje aan de achterkant. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Je ziet het wel op de aanbeelden. Maar ik denk dat dit echt een heerlijke trui is. En gewoon perfect voor bij elke broek die je maar hebt. Hij is ook wat korter. Dus een beetje een crop model. Niet cropped, maar wel wat korter dan gewoon. Goeie uitleg. En deze heb ik in de maatje XS. Dus dat is die. En die kost €57,95. Ik vind deze trui echt mega leuk. Zoals je kan zien is die dus een beetje cropped. En dat vind ik echt perfect voor deze hoge broeken. De mouwen zitten heerlijk. En ik weet niet, ik vind het fitje gewoon echt heel erg leuk staan. Door met het volgende item. Wederom beige. Deze heb ik in een maatje S. En dit is eigenlijk gewoon een simpel wrap topje. Ik weet niet, de laatste tijd heb ik gewoon, dan doe ik een broek aan en dan weet ik gewoon niet wat ik erboven moet doen. Dus ik wilde wel weer echt wat nieuwe topjes en shirtjes en blousjes, zodat ik weet wat ik erboven aan kan doen. En dit is eigenlijk echt zo'n item wat je gewoon altijd boven een broek kan doen. Dus dit moest ik hebben. Nou ja, je hebt hier dus van die touwtjes, die knoop je dan zo om. Dat zie je wel op de aanbeelden. En verder is het gewoon een lange mouw top. Wel weer wat dikker. Niet heel dik, maar wel gewoon lekker. Dus ik denk dat het ook heel erg leuk is met een kanten hemdje eronder. Of een kanten bralet. Dus dat is deze top. En die kost €17,95. Maar toevallig heb ik deze uit de sale. En volgens mij was die echt nog maar €8 of zo. Dus moet je nagaan. Heel chill. Dan dit topje. En die zit ook echt perfect. Wat het leuke is aan dit topje is dat je hem bijvoorbeeld hier kan knopen. Maar je kan hem eventueel ook aan de achterkant knopen. Dan vind ik hem ook heel erg leuk. En je kan hem wat losser doen, zodat je hem bijvoorbeeld een bralette onder doet. Dan zie je wat meer hiervan, zeg maar. Maar ja, op de achterkant de knoop is ook heel erg leuk. Maar deze zit ook echt weer gewoon perfect. Dan heb ik een nieuwe broek uitgezocht. En deze heb ik al een tijdje op het oog, dus ik ben heel erg blij dat ik hem nu eindelijk heb. Het is eigenlijk gewoon een hele simpele zwarte momfriend. Momfriend? Een hele simpele zwarte mom jeans. In het spijker. De onderkant, ja, het is wel een straight leg. Dus hij loopt wat, wijder uit. Gewoon niet per se skinny jeans, zeg maar. Maar de onderkant is dan gewoon gerafeld. Dus dat vind ik eigenlijk wel een leuk detail. De knoopjes en alles zijn roze goud. En voor de rest ziet het er gewoon echt heel erg leuk uit. Dus ik hoop dat die past. En dit is echt altijd handig. Deze heb ik in de maatje 36. En eigenlijk heb ik al mijn broeken van Naked in de maatje 36. En de broek kost €46,95. Dit is de broek en heel eerlijk gezegd is die mij te klein. Ik heb echt mijn buik gigantisch ingehouden om deze dicht te krijgen. Ik hoop dat ik hem nog heel erg kan uitlopen, want verder zit hij dus echt perfect. Ook qua lengte zit hij heel erg goed. De achterkant zit heel erg goed. Maar hij zit hier echt heel erg strak bij mijn heupen. Dus ja, ik ga proberen hem heel erg uit te lopen, zodat hij eigenlijk gewoon perfect zit. Door naar het volgende item. En dat is eigenlijk heel basic weer een cropped sweater. En ik dacht, dit vind ik echt handig voor als ik ga sporten. Gewoon als het nu wat kouder is, dat je niet per se een vest aan hoeft te doen, zo'n sportvest. Maar gewoon even zo'n lekkere sweater aan doet. Nou ja, dus ik heb een cropped sweater gehaald. Of besteld. Dit is een lichtblauwe. En ik heb hem dus in een extra groot maatje. Want ik vind dat wel lekker als het gewoon wat lekker ruimer zit. Ik heb hem namelijk in een XL. En dit is van de Pamela Rive of hoe je dat ook uitspreekt, keer Naked. Maar ik heb dus een XL, omdat ik hem gewoon lekker groot wil. Het valt me nog mee hoe groot hij dan valt. En voor de rest kan ik er niks over zeggen. Hoe is de binnenkant? Oh, de binnenkant is niet per se zacht of zo. Het is gewoon best wel een dun sweatshirtje. Maar ik vind dat dus echt perfect voor sporten. En deze kost €12,95. Dit is de trui. Ik ga nu sporten. Dus zo zag ik het ook voor me zo voor het sporten. Maar echt heel blij dat ik een XL heb gedaan. Want hij valt eigenlijk echt mega, mega klein. Dus dit is hem. Ik zou zeker maatjes groter doen. Normaal op maat S en dit is dus een XL. Dan denk ik een van de grootste items. En toen ik dit zag, dacht ik echt, ja leuk. Leuk voor als het gewoon perfecte herfst of winterdag is buiten. En dan leuke laarzen eronder, overnielaarzen of zo. Ik hoop dat hij niet kriebelt. Ik zal het met de aanbeelden even vertellen of het kriebelt, want het voelt wel echt een beetje als een kriebelstof. Maar ik ga hem gewoon straks aandoen en dan ga ik het meemaken. Maar dit is echt zo'n hele lange sweater dress die echt tot je enkels komt. Met een mega col in het
ja, niet beige, een beetje camel kleur. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Hij is dus gebreid of mouwen en ik vind het echt perfect voor de koude dagen. Maar zoals ik zei, ga ik hem zo even passen om te kijken of hij kriebelt. Want het voelt wel alsof hij kriebelt en daar hou ik niet van. Deze heb ik in een maatje S en die kost €46,95. Moment van de waarheid. Kriebelt hij of kriebelt hij niet? Hij kriebelt niet. Ik moet zeggen, het is wel een wat stugger stofje, dus wel iets harder. Dus het is niet per se lekker zacht, maar het kriebelt niet. Dus dat is echt heel erg fijn. Voor de rest vind ik hem ook heel erg leuk. De lengte is echt perfect. En ik zou het dus heel erg leuk vinden gewoon met laarsjes eronder. Hij komt dus net over je knieën. Misschien zelfs een leuk riempje dat je het een beetje zo draagt. Maar ik vind hem zo ook wel leuk. En dan zwarte hoed, zwarte laarsjes. Dan heb ik iets basics uitgekozen. Omdat ik dit eigenlijk helemaal niet in mijn kast heb. Een basic zwart shirt. Ik heb wel een zwart shirt. Wel drie. Maar daar zit allemaal print op. En een basic zwart shirt heb ik nog niet. Deze valt ook lekker oversized. En dit is gewoon echt wat ik nodig heb. En dit komt ook altijd goed uit. Dus die en die heb ik in een maatje S. En die kost €28,95. En dit kwaliteitje voelt ook echt lekker aan. Echt wat dikker. Dus dat is wel echt top. Dan het shirtje. En het shirtje valt zo lang. Echt heel erg lekker. Het is gewoon een basic zwart shirtje. Ik vind het dan wel leuk om onder mijn BH te doen. Of gewoon in je broek. Of gewoon om te chillen. Dus dit komt zeker goed uit. Door met nog een broek. Echt bizar veel items, hè? Dat is deze spijkerbroek. En ik vind deze heel erg mooi. Ik ben dus niet echt van de spijkerbroeken. Dus ik heb er ook niet zoveel. Maar toen ik deze wassing zag, dacht ik ja, leuk. En dan hoe leuk ook met zo'n die witte trui. Witte sweater erboven. Echt heel erg gaaf. Maar dit is dus een ja, lichtblauwe spijkerbroek. En de onderkant loopt wijder uit. En dan heeft hij een split. Dat wordt nog spannend, want ik ben 1,69. Dus ik hoop dat hij gewoon past en dat hij dan niet te lang is. Want dan moet ik hem laten inkorten en dan valt de split weg. Dus ik hoop dat hij eigenlijk gewoon past met schoenen aan. Maar dat gaan we meemaken. Ik heb deze in een maatje 36. Deze kost €60,95. Dan de broek. En de broek zit echt als gegoten. Daar ben ik heel erg blij mee. Hij komt al net over je navel. Hij zit gewoon echt heerlijk. Deze wil je niet meer uitdoen. En qua lengte is hij ook perfect. Als ik nu mijn gimpen eronder aandoen of laarsjes, zit hij echt super goed. Dus nou, ik ben echt heel erg blij met deze broek. Ja, straks als het misschien toch gaat sneeuwen in de winter, je weet het niet. Of als het echt heel erg koud weer wordt, heb ik echt een beanie in mijn leven nodig. Dus ik heb deze beige beanie uitgekozen. Ze hebben echt deze beanie in heel veel soorten kleurtjes ook. Maar ik dacht, ja weet je, ik heb toch al alles beige. Ik kies gewoon gelijk weer voor beige. Dat past er dan weer helemaal bij. Ja, dit heeft geen maat of zo. Dit is volgens mij, ja, one size. En dit is de kleur light beige. Dit is ook echt een heel erg dik en zacht stofje. Ik zal hem alvast even passen. Ja, ik vind het mezelf dus nooit echt mooi staan. Maar het is wel echt lekker als het heel erg koud is. Dus ja, helemaal prima. Ben je klaar voor het allerlaatste item van deze Naked Shop vlog? Dit is misschien wel, ja, de zachtste trui die ik ooit in mijn leven heb gevoeld. Dit vind ik echt zo'n heerlijke wintertrui. Als de kerstboom staat, chocolademelkje, deze trui. Dit is hem. Dit is niet normaal zacht. Deze is denk ik nog zachter dan die beige met wit die ik als allereerste liet zien. Dit is echt zo'n heerlijke balloon mouw. Ik denk dat je het wel kan zien, maar dit is echt bizar zacht. Dus ik ben echt mega blij met deze trui. En ik zie mezelf hier al helemaal in vertoeven. Echt helemaal heerlijk. Deze heb ik in een maatje S. Hij valt dus ook wel wat groter, maar dat vind ik zelf wel leuk bij truien. Dus dat is deze zachte trui met zo'n heerlijk vachtje. En deze trui kost €35,95. Dus dat valt echt nog wel mee. Dit is de trui en ik ben er echt heel erg blij mee. De trui is echt ontzettend warm. Dus echt perfect voor als het heel erg koud gaat worden. Maar hij zit echt top. Dat waren de items van Naked. Ik ga nu de items passen. Maar als het goed is hebben jullie dat hiervoor allemaal al gezien. Dus jullie weten of het past, of het kriebelt, of het lekker zit. Whatever. Maar ik ben heel erg benieuwd. Vergeet zeker de kortingscode niet te gebruiken. Ik zal hem hier nog even in beeld zetten. En de linkjes staan in de beschrijving. Dus check anders even de beschrijving. Daar heb ik alles gelinkt staan. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten in de comments wat jouw favoriete item is van deze shopblog. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!